En gewoon veiligheid voor jonge meiden op straat. En ik viel me op dat het daar eigenlijk nooit over ging in de gemeenteraad. Ja, als ik daar iets aan wil veranderen aan dat beeld, dan moet ik daar wel zelf deel van uitmaken. Ik ben raadslid geworden omdat mijn vader flink in de problemen kwam. Het leven is niet zwart-wit. Het is niet alleen maar je eigen kwaliteit en ambities. En wil je ervoor zorgen dat vangnet er is, dan moet je in staat zijn om de spelregels te kunnen herschrijven. Ik zag eigenlijk dat kinderen die 10, 15 jaar jonger dan ik waren, te maken hadden met kansenongelijkheid, waar ik soms als kind ook al mee te maken had. Dat maakte me zo boos dat ik dacht, ja, hier moet echt wat aan veranderen. Als je echt verandering teweeg wilt brengen, dan moet je gewoon inderdaad de ring en de arena in. Doe het gewoon, want het is heel hard nodig dat er ook verschillende geluiden zijn op lokaal niveau. En die verandering die kan je elke week zetten.